En opeens, ja, zagen we daar die stevige aanvaring. Bij vandaag in Zuid. Ja, en vrienden, je kijkt hier naar een ervaringsdeskundige. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt, ja. Want ik had te maken dan in het duo Spaan Vermegen met Spaan. En Spaan, die liet ook af en toe even weten dat hij het programma niks vond. Nee, want die moest dan even aan zijn semi-intellectuele achterban even laten weten van, ik doe dit nou wel, maar jullie weten wel dat ik veel beter kan en veel beter ben. En als dat dan zich afspeelde, dan hadden wij ook ruzie en bonje. En dan ging het ook met stemverheffing. En dan liet ik ook weten van dat hij daarmee op moest houden. En dan verdedigde ik het programma, want ik vond het wel een leuk programma. Plus dat je gewoon daar een heel vervelend gevoel over krijgt en hebt. Als er dus iemand is in jouw ploeg die het gewoon helemaal niks vindt waar je mee bezig bent, terwijl je daar zelf een goed gevoel over hebt. Ja, en daarom, ik snapte Gijp wel. Ik snapte hem wel. Ja, want die denkt bij zichzelf, we zijn met een leuk programma bezig. En dan zit er eentje aan de tafel en die zegt, ik vind het helemaal kut. Ja, en je zag hem gewoon heel erg boos worden op die Derksen. Want die Derksen, die moest nu ook eventjes aan zijn achterban laten weten. Ja, jullie zien wel dat ik doe wel mee aan dit gedoe, maar ja, jullie weten wel, hè, dat. Nou, en Johan Derksen, luister nou eens even goed. Ga nou niet afgeven op het programma waar je zoveel aan te danken hebt. Ja, de drie S'en, vergeet het niet. Ja, succes, status en salaris, dat heb jij te danken aan dat programma. En dat het dan af en toe een beetje banaal is, of plat, of hoe je het ook wil noemen, wat kan het je schelen? Dat hoort ook een beetje bij het programma. Dat is de sfeer. En dat heeft ook mede het succes bepaald. Ja, en daar moet je dus dan nu niet op gaan zitten neerkijken. Dat is zo ernaast. En nog even wat, Johan Derksen. En wees blij dat het af en toe een beetje plat is en weet ik veel wat. En dat er af en toe wat te lachen valt in dat programma. Want de Nederlandse televisie is al zo extreem saai. Ja. En waarom zou je dat ook willen? Gewoon heel serieus. Alleen maar over politiek. Nee. Nee, juist niet. Alles door elkaar. Dat maakt dat programma toevallig nou zo succesvol. En er komt een dag, Johan Derksen, er komt een dag dat jij gestopt bent met dit programma. En dan zul je beseffen hoe leuk het was. En hoe trots je dan bent op hetgeen je hebt bereikt met dat programma. Ja, zo zul je er ooit op terugkijken.